Zo, er gebeurt helemaal niks, toch? Nee, ze zijn zo druk dat ze zelfs bezig zijn met een stickeralbum. Dat heb ik gezien. Dit is het officiële, enige VVD-stickeralbum. Zo neem, sorry dat ik het zeg. Ik denk, heb je nou echt helemaal niets anders te doen dan de stickertjes van, hey, van jongens, de fractieleden? Ik heb een leuk idee. Rondje Binnenhof, stickeralbum. Nee, dat meen je niet. Ja, spaar ze allemaal. Ja, leuk met de officiële swipe-up. Marleen met een broodje gehaktbal. Leuk. Waar kan je die krijgen, die stickers? Wat een goed idee. Gewoon bij supermarktjes hier rond het Binnenhof. We gaan er een paar weggeven. Maar... alleen als je kunt uitleggen waarom jij denkt daar recht op te hebben. Je moet er wel recht op hebben, echt. Dus rondje 21. Leuk. Heb jij Herman? Ja. Okay, in de sauna. Herman in de sauna. Oh. Ik ga niets toevoegen aan wat mijn collega's niet hebben gezegd. Ik moet hier een punt zetten. Ik bedoel maar één vraag. Antwoord op uw vraag is ja. Het is ongelooflijk. Normaal zie je dat bij de supermarkt altijd, maar nu ze hier vragen ze al om dubbele. Ja. Komt die meneer om dubbele vragen? Wie heeft u al dubbel? Want dan kunnen we ruilen. Nou, ik wou er eerst 5 hebben van Xander, want die kan ik ruilen tegen 1 van der Zand. Ja, dat klopt. Ja, dat zo gaat het nu rond. En die formatie? Ja, welke formatie? Ja, ja, ik volg hem echt niet. Want hoe gaat het nu aflopen, denkt u? Nou, niet. Oh. Niet? We gaan eeuwig zo door? We blijven nog even doorgaan tot de verkiezingen zijn. Nieuwe verkiezingen? Ja, denk ik. Gewoon, en dan denk de grootste. En dan wordt Denk de grootste. Hey, heren, dames, gaat het goed? Dag, hoi. Ja, leuk Farid als er kan, maar die speelt geen rol in de formatie. Het ging over een andere partij deze week. Zeker weten. Vorige week toen jij wegreed ongeveer, toen we klaar waren met Rondje Binnenhof, gebeurde er echt iets best wel groots hier in Den Haag. Een verklaring van Pieter Omtzigt. Hij had een stuk geschreven van 76 pagina's over hoe hij de afgelopen tijd binnen het CDA heeft ervaren. En wat er volgens hem allemaal mis is gegaan tijdens de verkiezingen, rondom de verkiezingen. Dat was toch wel explosief, dat stuk. Nou ja, vooral 2 dagen daarna zegde hij zijn lidmaatschap op. Dus ja. nu heeft het CDA niet meer Pieter Omtzigt. Formatie ligt dan ook meteen op zijn gat? Of wat betekent dit voor een nieuw kabinet? Volgens Rutte betekent het gek genoeg helemaal niks. Bent u er nog steeds van overtuigd dat het CDA een stabiele partij is waarbij u graag wil regeren? Ja. Waarom bent u daar zo van overtuigd? Ja, sorry. Analyse moet u maken. Maar het antwoord is ja. Wij moeten het analyseren. Ja, wij moeten het analyseren, ja. Nou, maak er maar wat van. Nou ja, het heeft natuurlijk gevolgen. Want voor het CDA, Pieter Omtzigt was ongeveer goed voor 5 zetels. Heel veel leden die denken, oké, wat nu? Ja, en ondertussen moet Wopke Hoekstra daar binnen gaan onderhandelen. Zolang het niet echt een beetje rustig is binnen de partij, heeft het natuurlijk ook niet zoveel mandaat. Weet je nog, we hebben ook een keer de opties genoemd met Volt en Ja 21. Ja. Nou, dat kan dus al nu niet meer. Omdat ze een zetel minder hebben. Ja, neemt zijn zetel mee. Jij was bij Hoekstra thuis. Ja, ik had een super zaterdag. Ja? Nee. Mag je dan ook binnen? Nee, maar dat wil ik ook niet. Dat nieuws kwam zaterdag. En toen, ja, dan wil je natuurlijk heel graag een reactie van Hoekstra. Ja, dus dan racen naar zijn huis om daar een interview te doen. Dan willen ze toch wel laten zien dat hij ervan baalt. Baal er enorm van. Baal ik er enorm van. Dus ik baal er enorm van. Maar hij was niet de enige die we die dag konden spreken. Dus dat was ook de voorzitter van de partij, hè? Ook al teleurgesteld. Ook teleurgesteld. Verslagen en verdrietig. Het is nogmaals niet wat ik graag had gewild. Maar de mens Pieter Omtzigt staat voorop. Nu. Ja, de mens Pieter Omtzigt, in tegenstelling tot het dier Pieter Omtzigt of de politicus, de bloem, de boom. Geranium zei dit trouwens, wist jullie dat? Ja. Ja. Ja, dit is wel de ontknoping na vele maanden gedoe binnen het CDA. Aanvankelijk was natuurlijk ook de dreiging dat er dan een echte splitsing binnen de partij komt. Of dat de fractie misschien wel in tweeën uiteen zou vallen. De mensen met hem meegaan. Ja, ik vond de fractie deze week wel redelijk rustig reageren. Ja, rustig. Gewoon rustig. Het staat in principe wel los van, kun je meedoen aan verkennende gesprekken? Het is er niet slechter of beter op geworden. En ook zeggen dus dat ze wel makkelijk door kunnen met die formatie, dat dit dan geen invloed op heeft. Dat wij natuurlijk echt nu in de eerste plaats ook even tijd aan elkaar besteden. Maar dat de formatie gewoon op een ander bord, ja, dat die doorloopt, ja, dat is ook logisch. Oké. Marleen is nog even de explainer aan het instuderen. Mag ik iets met water doen weer? Met het water? Het is weer 2 uur lang aan een effectje werken. Ja. Maar het mag. Marleen, dan gaan we met je naar het water. Ga jij er eens ingooien? Het document van de Omtzigt. Oké.
we hebben het nu over die 86 pagina's. Ja, 76. Pagina's die had hij geschreven aan een commissie die onderzoekt waarom het zo gegaan is als het is gegaan bij de verkiezingen, toch? Ja, precies. Niet zo goed gegaan. Hij was een van de velen die wat hadden ingestuurd, maar hij stuurt meteen een soort halve roman in. Ja. Maar wat staat er dan, wat stond er voor brisant in? Oké, het eerste wat ik even uit wil halen is... Wat haal je eruit? Je haalt het uit het water. Ik weet niet of dit kan, maar... Oh, ik weet het niet meer. Nou, een van de dingen die dus opvalt, is dat hij zich echt onveilig voelt binnen de partij. Hij stuurt dan mails mee waarin collega's van hem, fractiemedewerkers, hem als zieke hond, psychopaat, nou, eikel, gestoord, labiel, zo omschrijven ze hem. Nou, is natuurlijk niet super als er binnen een partij zo met elkaar wordt omgegaan. Dat is zacht gezegd, ja. Trek het er maar uit en gooi het maar in de lucht. Het ging ook over de lijsttrekkersverkiezingen. Ja. Weet je nog? Hij deed ineens mee. Ja. Hij werd nummer 2. Ja, bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Dat was heel close. Heel close. En hij zegt hierin, er is mij toen beloofd dat als Hugo de Jonge zou uitvallen, dat ik het mocht overnemen. Ontkent de partijtop en hij zegt het is wel zo. Derde, okay. Nog één. Nog een thema wat ik interessant vond, het ging over de toeslagenaffaire. Hij zegt, ik heb me heel erg eenzaam gevoeld in die strijd. Maar hij zegt ook, de oplossing die het kabinet heeft gevonden om die 30.000 euro aan iedereen te geven, is eigenlijk totaal ridicuul. En dat zet hij met allemaal feiten uiteen. Dat heeft hij ook iedereen voor gewaarschuwd. Hij zegt, dus sommige mensen die in de kinderopvangtoeslag ver 100 euro per ongeluk krijgen nu 30.000 euro. Ja. Hij is daar helemaal buiten gehouden, niet overlegd. Er is wel veel irritatie bij anderen dan weer over. Hè? Want hij heeft er eerst dus een heel lang een punt van gemaakt dat mensen hun geld niet krijgen of geen geld krijgen. Ja. Daarna besluiten ze, weet je wat, het wordt allemaal te moeilijk om het specifiek uit te rekenen. We geven iedereen een flink bedrag. En dan is dat ook weer niet goed. Maar mag ik er wel wat over zeggen? Tuurlijk. Zo. Als ik het zo lees, echt zo bizar dat iemand die zich jaren in het onderwerp heeft verdiept, niet wordt gevraagd van, goh, hoe zou jij een goede oplossing zien? Terwijl zijn ministers dat bedenken. Dat is toch zo raar? Ja. En we zijn nu dus op een punt waarop hij eigenlijk alles verdeelt. Dus je zit in zijn kamp of je zit niet in zijn kamp. Ja. Je ziet nu vooral dat het voor de rest van het CDA, dus de partijleiding nu, dat het totaal ingewikkeld is. Je kan eigenlijk geen afstand meer van hem nemen. Je moet hem omarmen, je moet begrip hebben voor zijn punten, begrip hebben voor zijn gezondheidssituatie. Deze week was er dan zo'n interne bijeenkomst waarin Hoekstra dan ook over zijn medische hulp gesproken zou hebben en dat het lek bij Omtzigt vandaan zou komen. Dat wordt allemaal hen dan weer nagedragen. Dus het is een onmogelijke situatie. Dan zegt de CDA-lid weer van, ja, zullen we toch nog een lijmpoging ondernemen als die straks weer beter is? En dan moet Hoekstra zeggen, ja, we zouden niets liever willen. Ja. Maar eigenlijk zijn ze gewoon best wel blij dat er nu een keer een kogel door de kerk is. Dat is dan wat iedereen zegt. Het heeft geen invloed op de formatie, maar hoe gaat die dan nu verder? Zit daar schot in? Ja. Weet je waar ze het over hebben? Nee, ik kan het woord niet meer horen. Ik ook niet. Ja, het was een goed gesprek over de inhoud. Ja, we hebben het vandaag gehad over de inhoud. Dus we hebben het over de inhoud gehad? Best wel op de inhoud constructief gesprek gehad. We hebben gewoon hele goede gesprekken gehad. Laat me raden op de inhoud. Het enige voordeel van dat ze allemaal... Let op, nu komt zijn theorie. Nu komt er een analyse. Daar komt-ie, hier volgt een analyse. Nou. Zolang ze allemaal hetzelfde zeggen, zitten ze in ieder geval nog op één lijn. Dat is een goed teken. Oké, ik vind je optimistische toon leuk, maar ze zijn nog niet eens begonnen om te praten over een nieuw kabinet. Want er zitten nog niet eens partijen met elkaar. Ze maken stickerboekjes. Ja, de irritatie kan inderdaad zijn dat je zou zeggen, laat Rutte als grootste bij die verkiezingen eens even tempo maken. Wat verantwoordelijkheid nemen, zeggen we gaan het zo doen. Nee, maar dat doet hij niet. Diplomatiek. Ja, de irritatie zou kunnen zijn. Ja. En dan nu is dat, zeg maar, dat is dan wat wij te horen krijgen. Hallo. Maar wat gebeurt er dan achter de schermen? Ook niks? Nou, Kaag wilde nog wel even laten doorschemeren dat er in ieder geval hard gewerkt wordt binnen. We hebben een informateur. Die heeft hartstikke hard gewerkt en die heeft alle ideeën en meningen opgehaald. Is hij klaar? Nog even wachten. Is hij klaar? Ik heb deze week voor het eerst ook wel eens serieus nagedacht over een optie zonder het CDA. Dus VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks. Interessant. Zou voor de VVD wel... Ik zal dat er niet doen. Maar daardoor zit Rutte dus, die zit inderdaad zijn stickerboekje te maken en te promoten. Hij denkt, we hebben toch een kabinet. Zolang het demissionaire kabinet allerlei plannen kan maken en daar een meerderheid voor haalt in de Tweede Kamer, heb ik geen haast met een nieuw kabinet. Hé, hey, hij raakt wel een beetje gefrustreerd. Ja, hoor ik het. Ja. Een stickerboek! Hallo meneer, ja, dat is het stickerboek. Ja. Wij zijn bekend van het stickerboek. Nee. Oh.
Ja, ik heb jullie wel eens gezien, klopt dat? Op de televisie. Ja, maar mijn kleindochter die zei toen van, je moet een rondje binnen op kijken. Oh ja, echt waar? Ja. Echt? Ja. Wordt u er wel wijzer van? Nee, van de formatie? Ik vind het alleen maar leuk. Maar wij zijn het een beetje beu. Een beetje aan het kabinet te komen. Dag hoor, dag meneer. Nou. Waar gaan we zitten? Daar? Daar. Vermoeiend wel, al die kinderen hè, die om dubbele komen vragen. Ik vind CDA een hele leuke partij, maar het gaat wel heel veel over nu. Gebeurt er nog wat meer hier? Nou, één dingetje. De Kamer lijkt een beetje genoeg te hebben van Baudet en zijn debat aanvragen. Hij wilde een debat over de Great Reset. Over wat op de G7 over ons wordt afgesproken. En dat, ja, volgens de anderen doet hij dat dan alleen maar zo'n debat aanvragen, omdat hij dan een filmpje kan knippen. En daar gingen ze dit keer echt wel vol op in. Dit is ontzettend groot en belangrijk onderwerp, dus ik wil daar een debat over. Op het gevaar af dat we allemaal weer in een filmpje terechtkomen van Forum voor Democratie. Het enige wat de heer Baudet doet is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken. Maar het is gewoon zo typerend. Normaal denken ze, nou, laat maar een beetje, maar dat lijkt een beetje voorbij. Ik vind filmpjes knippen vind ik ook helemaal niks. Zo heel snel zo fragmenten achter elkaar en allemaal door elkaar en dat dan op internet gooien. Nee. En ik had nog wel een leuk opvallend stukje, mag ik dat dan? Ja, ja. Ja, dat was Sylvana Simons van Bijeen. Ze had een debat over de werkwijze bij de NCTV. Ja, er waren signalen dat er etnisch zou zijn geprofileerd, dat mensen zich daar niet veilig voelden. Ze moet gingen er heel passionate in. Nou, je moet zeggen dat de Grapperhaus vond ik ook wel een klein beetje arrogant, ongeveer een beetje. Ik vind wel dat ik wat meer moet hebben dan één quote van iemand nogal in straattaal gezegd van achter elke boom. Maar daar ga ik geen onderzoek op. Het is de minister die aan het woord is. Ontraden. Maar dan wil ik ook heel graag weten, wat is er in vredesnaam wel voor nodig? Ik vraag nergens om veroordeling, ik vraag niet om ontslag. Ik vraag er gewoon om, kijk nou eens een keer naar die organisatie en haar handelen. Ik vond het een beetje zo oude politiek, nieuwe politiek. Zij was echt nog heel passionate van, we gaan dit onderzoeken. Ja, uiteindelijk liep ze weg, maar het is wel, ja, ze komt wel op voor zijn staat. Ja. Nou, dat dus, Herman. Leuk. Jij nog leuke dingen? Nou, nee, ik ga even zwaaien naar die mensen die willen zijn. Ja, hoor, dat ben ik. Ja, heel goed. Nee, ik zwaai naar iedereen. Ja. Wie is daar? Oeh, dat is iemand van de VVD. Ik heb dus duidelijk gemaakt waarom we de denken recht op te hebben. Kom. Hoi. Hi. Jullie hebben, ze bestaan dus echt. Ja, wij hebben dus. Het ziet er nog gelikter uit eigenlijk, hè? Oh. Hartstikke leuk, hè? Plaatjes ruilen, altijd leuk. Dank je. En dank jullie wel. Doei. Hij was er echt blij mee, hè? Klaas Dijkhoff nog. Hebben we meester Mark? Ja, want je hebt dus een hele pagina Mark Rutte. Dus zeg maar zoals wij ook Marleen hebben bij de Surinamer, bij de. Ja, bij de worstenbrood. Ja, ja. Dat ze er tijd voor hebben, hè? Nu kunnen we weer uit. Ze verzamelen zich wel steeds meer. Journaal. Laten we zeggen, tuig van de riggel. Onder een tentje. En wat zegt hij? Nee, maar ook natuurlijk over aanzet tot een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk zouden kunnen beginnen. Heel voorzichtig tot een eerste stap. Uiteraard, alles voorzichtig. Heeft u het nou over een eerste stap? Hè? Een eerste stap? Vooruitgang. Nou, dat is iets te ruim geïnterpreteerd. Oh, oké. Okay. Ja. Een sprankje hoop. Het is altijd hoop, maar nee, er is geen nieuwe hoop. Dus ik krijg een pushbericht dat Siewert van Linden zijn CDA-lidmaatschap opzegt. Erg, hè? Dus de partij raakt deze week 2 leden kwijt. Wie is er nog meer binnen? Klaver, Klaver toch? Ja. Klaver. Klaver loopt altijd die andere kant op. Moeten we daarheen? Ik ga even het water opzoeken. Ik moet wel naar de wc nou. Jij bent de grootste fan. Ja, oh, goed zij zo. Zij de grootste? Je wil maar zeggen dat jij het niks vindt. Ga eens even netjes staan. Ja. Ik kan heel goed. Het werkt heel goed. Top. Dankjewel. Maar hoe oud ben je dan dat je daar naar kijkt? 17. Ja, we zijn er speciaal op donderdag gekomen omdat we wisten. Zij wisten dat jullie het gingen opnemen. Oh ja? Ja, dat is echt Dit is wel heel leuk. Echt wat leuk. Ja, hoi. Oh, daar is hij. Wat zou je hem hebben? Oh, en zijn assistent zit oranje. Ja. Wat gaat hij allemaal zeggen? Je hebt een vraag klaar, hè? Hij gaat de andere kant op. En nou? Ik kan geen rennen. Erachteraan. Ja, kom op. Ik ga echt niet rennen. Nee, ik ga echt niet rennen. Ja, we redden het makkelijk. Waar gaat hij heen dan? Meneer Klaver, hoe was het daar binnen? Ah, nee. Sorry, hij geeft geen antwoord meer.
Ja, Herman, je had één opdracht. Ja. Gaan we afsluiten. Ik denk dat dit het was. Nou, dit is een beetje een slecht eind. Er wordt ook afgebroken nu. Er is niks meer. Het circus gaat dicht. Waar trekt het circus naartoe? Ik trek naar Frankrijk. Ah, volgende week. Rondje Frankrijk. Klein rondje Frankrijk. Wordt natuurlijk nooit zo leuk als dit. Ja, okay. Wat gaan we dat doen? Ik denk dat wij voor het zomerreces nog één keer met z'n tweeën dan een stand van zaken doen. Je zegt het nogal dwingend. Ik kom wel. Wij gaan dat doen. Ik bel wel via afstand even in voor de broodnodige inhoudelijke input. Ja. En we gaan in september gaan we weer door met z'n drieën, toch? Sowieso. Als er niet daarvoor al een kabinet is. Ja. Ik geloof er niet meer in. Ciao, leuk dat je keek. Au revoir. Nou, daar gaat hij. Tot heel snel. Hij doet het niet. Hij doet het niet.